Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven Nederland, ook een paar opklaringen. En De felle witte wolken, dat zijn de zware buien. En die buien die breiden zich in de loop van de ochtend over het binnenland uit. In de kustprovincies ook nog steeds stevige buien, daarbij kan het een enkele keer hagelen en onweren. Vanmiddag vinden we de meeste buien dan in het binnenland. In de kustprovincies wordt het dan wat droger, en daar schijnt dan de zon het vaarst, maar helemaal droog blijft het niet. In het binnenland, zeker niet, dan vallen talrijke buien. Het wordt zo 20 à 21 graden. Tijdens een bui daalt het kwik naar 15 graden. Vanavond zien we de buigheid behoorlijk afnemen. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog en kan nog even de zon schijnen. Morgen veel beter weer dan vandaag, maar droog blijft het niet. Opnieuw trekken er een paar buien over het land, maar het droge weer heeft wel de overhand. De zon schijnt ook geregeld en het wordt 18 tot 20 graden. Zondag ziet er dan weer veel wisselvalliger uit. Dan trekt er een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Maandag en dinsdag is het ook wisselvallig en vooral zondag en maandag kan het ook af en toe stevig waaien. Temperatuur gaat naar beneden en komen rond 18 graden te liggen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.